Eddy Merckx, de Belg van wie men de overwinning voorspelt, en de Nederlander Arie den Hartog die hem die wil betwisten, en verder nog 170 renners uit binnen- en buitenland starten in Helmond voor de Amstel Gold Race. Zij gaan ondernemend de weg op, maar het zal een zware rit worden, door de zon, door de sneeuw, door de regen. De Italiaanse equipe is niet opkomen dagen, bevreesd voor lichamelijke schade, zo dicht voor hun eigen ronde van Toscane. Het Zuid-Limburgse heuvelland is zwaar genoeg voor een internationale race. Dit is de vierde keer. Volgend jaar hoopt men dat hij in de kalender van de klassieke wegwedstrijden zal worden opgenomen. Wielrennen is vaak een verdrietige zaak en pech telt dubbel zwaar nu het zo koud is. Menigeen stapt niet meer op de fiets. Nu lijken het er nog aardig wat, maar overal vallen de mannetjes af. Vandaar dat men alles doet om ze in het zadel te houden. René Pijnen breekt alleen uit, maar de koude bevangt hem en hij is de pisang. En zo vallen er 136 man uit. Nog maar 3 dozijn komen in Meersen binnen, verslagen door Guido Rijbroek. Nog 7 andere Belgen plaatsen zich onder de eerste 10. En koud, in koud waren ze allemaal. Wie doet dan ook zoiets in de lente in Nederland?